Hoi, welkom bij een nieuwe Shut Up, I'm Riding. In deze video ga ik de cover van Trooper Dance laten zien en ga ik vertellen waar het verhaal over gaat. En ik heb al pas geleden wel een titelreview gedaan, dus liet ik dit bord zien. Ja, Trooper Dance heb ik al gezegd. Sommige mensen dachten dat dit al de cover was in combinatie met mijn Softpoint schoenen, maar dat was dus niet de cover. En deze Softpoints heb ik dus omdat ik zelf heel lang op ballet heb gezeten. Ik heb een Engelse opleiding gedaan, de Royal Academy of Dance. En ik was 6 toen ik daaraan begon en 16 toen ik moest stoppen vanwege mijn knieën. En ik heb er altijd een verhaal over willen schrijven. En toen wilde ik dat gaan doen. Dat was nog voordat ik blindelings ging schrijven. En toen kwam de trailer van Black Swan. En toen durfde ik het dus niet meer, omdat ik dacht, ja, dan denkt iedereen dat ik het straks gejat heb. En dat ik het idee heb gekregen door Black Swan, maar ik wilde het dus al veel eerder doen. En deze Softpoints hangen dus echt al jaren aan mijn deur. En hebben aan deze linten, met hier zie je ook een knoop zitten waar het dan aan vast zit. En ja, dit is gewoon heerlijk. Er zijn geen spietsen. Ik weet niet meer waar mijn spietsen zijn. Er zijn Softpoints dus. Hè. Deze kun je lekker... Maar ja, het is een beetje technisch. Interesseert helemaal niemand. Dus laat maar. Anyway, ik ga zo meteen vertellen waar Trooper Dance echt over gaat. En ik ga dus de cover laten zien. Maar ik zal jullie eerst een paar andere dingen laten zien van de afgelopen maand. Die ook hartstikke leuk waren en met schrijven te maken hadden. Ten eerste stond ik in het BKYA krantje. En ik werd hier... een tijdje geleden voor gevraagd via Klavis. BKYA is de boekenkrant Young Adult. En dat is een bijlage van de boekenkrant. En toen vroegen ze of ze me mochten interviewen. En dat is dus dit geworden. Het stuk Hoe is het om auteur te worden? En daarin vertel ik dus eigenlijk ja, over het schrijven. Over wat ik hiervoor allemaal heb gedaan bij POD uitgeverijen. En dat mijn droom bleef om bij een grote uitgeverij terecht te komen. Over het booktuben. En ja, wat mijn grootste droom is op schrijfgebied. Nou, op dit moment, want mijn ja, dromen verleggen wel iedere keer een stukje. Maar dus een interview in de BKYA. En dat, ja, dat vind ik gewoon echt super tof. Echt heel erg leuk dat ze dat gevraagd hebben. En toen ging ik samen met Tim en Vivian van Klavis naar de dag van de jonge jury. En hier waren dus ongeveer 700 jongeren. Dat zijn er heel erg veel. Ze zijn heel aanwezig en luid. En... dat was in het begin heel eventjes schrikken, maar ik heb ook echt hele leuke mensen ontmoet. En we hebben posters gesierd, uitgedeeld, veel boeken verkocht. We hebben telefoonhoesjes van Klavis uitgedeeld. We hadden een kijkdoos. We hadden het team van Klavis gemaakt met daarin alles van vertaalspel. En dan moesten ze dus een vertaalspel spelen. Dus ik had een spel verzonnen en daarmee konden ze een rol winnen in het volgende boek, het Trooper Dance deel 1. En deel 1 komt natuurlijk altijd najaar uit. Maar ik kan in de redactieronde nog een klein rolletje erin schrijven. En ik heb er ook wel wat beelden van, die zal ik eerst eventjes laten zien. YA-event in Dordrecht in Boekhandel Vos en Van der Leer. En dat was georganiseerd door Brigitte. En Brigitte is een vriendin van Sascha. En nou, dat was ten eerste was echt super leuk georganiseerd. Het was het eerste event in de winkel. En er waren cupcakes, er waren brownies, er waren spekkies. Heel raar dat ik eerst over het eten begin trouwens. Er waren boeken. Er waren zo'n 40, 50 man. Het was echt hartstikke druk in de winkel. Het was super gezellig. En Lisa van Proud Book Junk heeft ook een speciale vertaalspelkaars gemaakt. En die heb ik hier. Oh, laat zien. Yes. Vertaalspel. En dan... hij ruikt ook echt gewoon heel erg lekker. Hij ruikt naar bos, zeg maar. Nu, kijk. Dat is dus de binnenkant. En ik durf hem aan de ene kant niet aan te steken, omdat ik het gewoon zo zonde vind. Aan de andere kant denk ik, oh, maar met deze geur schrijven lijkt me dus echt heerlijk. Nou, deze kaars zat dus in elke goodiebag. En als ik het goed begrepen heb, staat hij binnenkort ook in de winkel van Proud Book Junk. Ik zal een linkje hieronder plaatsen. Ik weet niet of hij er al in staat, maar dan weet je in ieder geval waar je de kaars kunt vinden. Nou, hij is echt super lekker. En ik zou zeker aanraden om
te branden als je dus een spannend verhaal aan het lezen bent. Zoals bijvoorbeeld Fataal Spel of een ander spannend boek. Het is echt heerlijk. Ik denk dat het wel heel erg lekker is voor de sfeer. En natuurlijk heb ik ook een heel klein beetje gevlogd. Daar heb ik niet zo heel erg veel. Niet van het moment dat Sascha en ik bezig waren met spreken. Maar ja, wel gewoon van hoe de boekhandel eruit ziet. Dus daar heb ik wel wat beelden van. Was ik uitgenodigd voor een meeting van de schrijverscentrale. En ik ben een paar maanden geleden ingeschreven bij de schrijverscentrale. Als je bij een traditionele uitgeverij zit, dan kun je inschrijven bij de schrijverscentrale. En dan kun je dus geboekt worden door scholen om lezingen te komen geven. Of naar schrijversdagen te komen, daar schrijfworkshops te doen. En dat geldt ook voor bibliotheken. En aangezien Fataal Spel mijn debuut is bij een traditionele uitgeverij, kon ik mij nu pas inschrijven. Dus dat had ik gedaan. Toen heb ik eerst een stagedag gehad. Ben ik in Tilburg op een school mee gaan kijken op een schrijversdag. Waar Margie Woodrow, Maren Stoffels, Mirjam Maus, Wilma Geldof en nog een paar anderen aanwezig waren. En nu was het een meeting eigenlijk gewoon over het basisonderwijs, cijfers, wat zijn de ontwikkelingen. En wat gaan we hierna allemaal doen? En dat was hartstikke leuk. Wat vond ik eigenlijk het allerleukste? Dat je dus via een boekenkast naar de zaal liep, zeg maar, waar het was. En het was eigenlijk een oude gymzaal. Want het hele gebouw, een grachtenpand, was vroeger een school. Heel, heel vroeger. En het zaaltje, of de kamer waar we in zaten, was dus een gymzaal. En dus echt alles is boeken. En dat heb ik natuurlijk ook gefilmd. Midsomer kinderboekenborrel is echt de langste hashtag die ik ooit gebruikt heb op Instagram. Ik werd uitgenodigd via CPMB namens Klavis. En het team van Klavis was er. En naast mij ook Ines van Loon. En nog een schrijfster, maar ik ben haar naam even vergeten. Maar het was dus een borrel. En dat is natuurlijk de uitreiking van de zilveren griffels en van de vlag en wimpels. En alles voor kinderboeken. En dat was hartstikke leuk. En de borrel was in het zand. Het was in een circustent. Het was in het zand. Het was echt gewoon stralend weer. Super warm. En ik had die ochtend mijn zonnebril uit mijn tas gehaald. Want ik dacht van, zo warm zal het toch niet worden. Zo hard zal de zon niet gaan schijnen. Volle zon. Ik ben gelukkig niet verbrand. Maar het was echt heerlijk. Ik ben in Amsterdam Sloterdijk voor de midzomer kinderboekenborrel. En ik ben een half uur te vroeg. En ben ik een keertje te vroeg, moet ik gelijk buiten blijven wachten. Want je wacht er nog helemaal niet in. Maar het is dus inderdaad in een circustent. Vandaar dus dat ik blauw, rood, geel outfit heb. Want de dresscode is tenue cirque. Marieke Nijkamp en dat was echt super leuk. We hadden onze eigen tafel met onze boeken heel mooi erop. En wacht, ik zit te praten met mijn handen, maar je ziet mijn handen helemaal niet. We hebben onze boeken dus erop. En lekker dat ik aan het zwemmen ben. Dus dat was hartstikke leuk. Ik had Marieke wel een keertje gezien op de boekenbeurs, maar toen kende ik haar nog niet echt en zij mij ook niet. Alleen van een video die ik had gemaakt met haar boek erin, 54 minuten.
Dus heb ik ook echt heel veel met haar kunnen praten. En het is echt een hele leuke meid. En er kwamen ook een paar meiden naar ons toe die ik al een tijdje kende van BookTube, van Instagram, van Facebook. Weer heel veel mee kunnen spreken. En wat ik het allerleukste vond aan de signeersessie, was dat we nu echt de tijd konden nemen om met lezers te praten. En dat we echt over alles hebben gehad. Dus ook over Disney en over DC en Marvel. En over alle boeken die we goed vinden. En ja, dat was gewoon echt super leuk. Het is echt een hele grote Bruna trouwens. Echt een gigantische Bruna. En het past ook wel bij mij dat ik in eerste instantie verdwaalde in de Bruna. Ik bedoel, dat kan alleen maar mij overkomen. En nou, ik ben eigenlijk ook vergeten om daar te vloggen. Maar ik heb wel zeg maar dat ik binnenkwam. Heel klein stukje gevlogd. Dus dan kun je nog in ieder geval zien wat ik bedoel. Hartstikke leuk en aardig en bla 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 bla. Maar jullie willen natuurlijk, hoop ik, de cover zien van True for Dance. Die ga ik zo laten zien. Maar ik ga eerst voorlezen wat niet de flaptekst is, maar de tekst die in de aanbiedingsfolder staat. De aanbiedingsfolder kan ieder moment uitkomen. Ik heb hem zelf ook nog niet gezien, eerlijk gezegd. En van Fataal Spel weet ik dat het altijd een andere tekst is dan de tekst die achter op het boek komt. Maar het maakt wel even duidelijk waar het verhaal een beetje om gaat. Eerste deel van de nieuwe trilogie True for Dance over de duistere kanten van de balletwereld. Voor young adults. Truth or Dance, zo heet de chatgroep waar India, Lisa, Nikki en Zoe opeens aan worden toegevoegd. De meiden dachten dat ze gewoon auditie konden doen om toegelaten te worden tot de balletopleiding. Maar dat blijkt een vergissing. Via de app ontvangen ze allerlei rare opdrachten die ze moeten uitvoeren om kans te maken op een plekje. Ze willen niets liever dan dansen, maar zijn ze bereid daarvoor over lijken te gaan? En die laatste zin vind ik echt super tof. En heeft Rick bedacht, Rick de redacteur. En nou, ik heb dus nog niet gezien hoe de aanbiedingsfolder eruit ziet. Maar wat ik wel weet is dat het boek eind september uitkomt. Als het goed is, de week waarin ik in Turkije zit. Dus ja, ik ben dan niet hier. Maar misschien is dat ook wel goed voor de zenuwen ofzo. Want ik ben iedere keer wel heel erg zenuwachtig als het boek onderweg is. En als het zo gaat als ik denk dat het gaat, dan ligt het boek al voor me klaar. Als ik thuis kom. Of ik hoef nog maar 2 dagen, 3 dagen te wachten. Dus misschien is het ook wel makkelijker. Want vorige keer vond ik het wachten heel moeilijk. Maar ik ga nu dus gewoon maar de cover laten zien. Want ja, oké. Okay. We gaan een beetje opzij. Want dan kan ik hem hier zo naast plaatsen. En ja, dus. Gaan we aftellen? Ik ga aftellen. Oké, okay, wacht. Dan komt hij, ja. 3, 2, 1. Dit is de cover van True for Dance! En ik ben zo happy. Ik ben echt heel erg blij. Ik laat hem gewoon nog even staan. Want ja, ik ben echt heel erg blij. En ja, dus dit is hem. En ja, mijn eigen woorden, waar gaat het over? Het zijn dus 4 vriendinnen die de opleiding doen voor, om ballerina te worden. In deel 1 kunnen ze dus auditie doen om naar de vervolgopleiding te gaan. En ja, er is in de balletwereld gewoon heel veel haat en nijd. En er is heel veel jaloezie. En ik heb dat zelf nooit zo ervaren in de balletwereld, gelukkig. Maar ik weet dat het er is. En zeker hoe verder je komt, als je echt professioneel verder gaat. En het leek me gewoon heel erg tof om daarover te schrijven. En ja, gewoon leuk. En ja, ik weet eigenlijk niet wat ik er nog meer over kan vertellen. Want dan ben ik bang dat ik ga spoileren. Ik heb namelijk deel 2 nu bij de proeflezers liggen. Dus ik ben alweer een stukje verder. En over 2 maanden krijg ik dat terug. En dan ga ik herschrijven, inleveren bij de uitgever. En dan ga ik in deel 3 beginnen. En dus de bedoeling is ook wel dat de boeken een beetje achter elkaar uitkomen. En dat jullie eigenlijk volgend jaar al deel 2 en deel 3 kunnen lezen. Dus dat is echt super snel. En ja, ik heb er gewoon echt heel erg veel zin in. En ik hoop dat jullie het net zo tof vinden als Fataal Spel. En wat ik geprobeerd heb in ieder geval is in True for Dance om het niet het eerste deel meteen helemaal los te gaan qua spanning en lijken en alles. Want ja, daar had ik niet zo heel erg veel meer over voor deel 2 en deel 3. Dus ik probeer het een beetje op te bouwen, zeg maar. In plaats van de meeste trilogieën die beginnen zeg maar hier. En dan gaan ze hier naartoe. En ik wil het zeg maar hier. En dan daar. En dan, jee, deel 3 helemaal los. Alleen deel 2 is volgens mij ook wel best wel heftig. Dus ja, ik kan het dus niet zo heel erg goed om me heel erg in te houden. Maar ik heb het geprobeerd. En ja, ik ben gewoon heel erg enthousiast over deze trilogie. Ook al heb ik deel 3 nog niet geschreven. Maar ik weet wel wat er gaat gebeuren natuurlijk. En ik weet hoe het gaat eindigen.
En het is denk ik tot nu toe voor mij mijn favoriete verhaal. Ik denk het verhaal waar ik het meest trots op ben, ook al ben ik het ook een vertaalspel, maar True for Dance is het verhaal dat het meest dicht bij mij ligt, ook al heb ik niks in het verhaal meegemaakt, gelukkig. Ik heb alleen maar de leuke kanten meegemaakt van de balletwereld. Maar ja, ik kan me hier zo goed in inleven. Het is gewoon, dat is mijn wereld altijd geweest. En ik had gehoopt dat het ook mijn wereld zou blijven. En ik mis het nog steeds heel erg. En als ik dan naar een balletfilm kijk, dan kan ik alleen maar janken. Dan denk ik, ach, ik wil terug. Maar ja, wat kan je doen als je schrijft en je mist die wereld zo erg? Erover schrijven. Dus daarom heb ik True for Dance geschreven. En september komt hij dus. En ja, nou ja, dus ik weet eigenlijk niet meer wat ik erop moet zeggen. Ik ben gewoon echt heel erg blij. Ik ben heel erg benieuwd naar jullie mening. Ik ben heel erg benieuwd wat jullie van de cover vinden. En of jullie nieuwsgierig zijn naar het boek natuurlijk, of het verhaal jullie trekt. En ja, dus ik ga nu gewoon stoppen met praten, want ik begin te ratelen. En dus dit was mijn Shalom Unwriting plus cover review van True for Dance boek 1. En nou ja, alles wat jullie denken, willen delen, laat het hieronder weten. En dankjewel voor het kijken. Ik zie jullie bij de volgende video. Doei!